De consumentenprijzen in februari 2017 zijn ten opzichte van februari 2016 met 45,1% gestegen. In vergelijking met januari dit jaar zijn de prijzen met 0,5% gestegen. De gemiddelde jaarinflatie voor 2016 is 55,5%. Dit is vandaag meegedeeld op een persconferentie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, waarop het consumentenprijsindexcijfer, CPI, van februari 2017 is gepresenteerd. Het CPI geeft de ontwikkeling weer van het basispakket goederen en diensten ten opzichte van een bepaalde basisperiode. Voor het samenstellen van het basispakket van het CPI moet er bij voorkeur een huishoudbudgetonderzoek worden gehouden. Dit onderzoek is door het ABS verricht in de periode november 2013 tot en met augustus 2014, wat uiteindelijk een nieuw basispakket en up-to-date gewichten heeft opgeleverd. ABS-directeur Snow legt uit wat onder het CPI wordt verstaan. Een consumentenprijsindex, dat is een samengestelde gewogen index. Die bedoeld is om veranderingen te meten in het algemeen prijspeil van goederen en diensten door een doelpopulatie aangeschaft. In het rood gekleurd voor consumptieve doeleinden. Daarom heet het consumentenprijsindex. Het is samengesteld, dat betekent dat het gaat om meer dan één item. Ja, want ik liet u het daarnet zien. Enkelvoudig, één object. Gewogen, alle items hebben een gewicht. Ze zijn niet allemaal even belangrijk. In het CPI zitten 316 items en deze items lieten op maandbasis prijsbewegingen zien van -34% tot 24%. Prijsopnames worden bij 630 meetpunten verricht in Paramaribo, Wanica, Nikeri, Koroni, Saramaka, Kommewijnen en Para. Snow benadrukt dat de items absoluut geheim worden gehouden. Als men precies zou weten, en dan gaan we even de politici met de haren erbij slepen. Toch, als men precies zou weten wat er in het pakket zit, en let wel, er zijn 316 items, maar als men het zou weten, dan zou bijvoorbeeld de regering kunnen zeggen, laat maar zien, als ik deze 10, misschien 15 items kies en zwaar ga subsidiëren, dan kan ik die index kunstmatig laag houden. Dat betekent dat je 300 items wel duur moet kopen, maar door het zwaar subsidiëren van 15 items blijft het laag. De andere zijde, want het is niet alleen natuurlijk de regering die dat kan zeggen, en het is wat men vergeet. Dus niemand krijgt het te zien. In principe kan je zeggen, ja, als ik het aan de regering zou geven, moet ik het ook aan de oppositie geven. De regering heeft er baat bij om te zeggen, dat gaan we doen om het laag te houden. En de oppositie zou er baat bij hebben om te zeggen, weet je wat, we gaan de regering het leven zuur maken. Dus zij willen misschien gaan kijken naar die 15, wij gaan kijken naar deze 30, waarvan we de prijs moeten opschroeven. Dus niemand mag weten wat er in het pakket zit. ABS-directeur Iwan Snow, die vanmorgen sprak op een persconferentie in het ABS-gebouw in verband met de presentatie van het consumentenprijsindexcijfer februari 2017.